Gemeente gasten en allen die thuis met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent H.A. Neervoort uit IJsselmuiden. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond, GZB. Volgende week, zondag 21 november, hoopt voor te gaan 's morgens om 10 uur in CCK 2 en 's avonds om 7 uur in de Westerkerk dominee L.M. Jongejan uit Harskamp. En dan in de morgendienst is er de voorbereiding op het Heilige Avondmaal. De kerkraad deelt u mee dat tijdens de lidmatenvergadering de heer G. Kopperman is verkozen als ouderling en de heer G. J.J. Lubbers als ouderling kerkrentmeester. Wij wensen hen sterkte toe en de leiding van de Heilige Geest om deze beslissing te nemen. En aanstaande vrijdagavond, 19 november, is het weer de eerste Min 16, jongerenavond. Welkom. De avond begint om 6:30. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang, Psalm 27 en daarvan het derde vers. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. En wij zingen uit Psalm 24, het eerste vers, al de aard, alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft. En ook het vijfde vers, verhoogd o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Psalm 24, het eerste en ook het vijfde vers. Ook vanavond belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit Psalm 52 het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 het zevende vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder die spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader,
de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen wij met elkaar bidden om de opening van het woord? Laten wij bidden. Ja, heilige God en Vader in de hemel. Hier zo in het begin van deze zondagavonddienst mogen wij tot u komen. Ja, Heer, en als we het nieuws moeten geloven en wanneer we ook in de gemeentes om ons heen kijken, dan zien we dat ook het coronavirus weer meer en meer terrein wint. En als we nog eens wat verder om ons heen kijken, we zien dat de wereld, Heren, van alle kanten in brand staat. Met het milieu gaat het niet goed. Met onze gezondheid gaat het niet goed. En als we onze oren spitsen, dan horen we van verre oorden waar vulkanen uitbarsten, waar tornado's zijn, overstromingen zijn. Heer, als we rondom ons heen kijken, dan kan het soms zijn dat we het misschien angstig van worden of zelfs bang van worden. Maar wat is het dan heerlijk dat we mogen weten en belijden dat u alles in de hand heeft. Ja, Heer, we mogen het zingen met Psalm 72 zo vaak, dat elk der vorsten zich zal buigen en knielen voor u neer. Heer, geef dat we dat zullen zien. Wanneer we door de wereld angst aangejagen wordt. Wanneer we soms geen uitzicht meer hebben. Wanneer we moeite hebben en verdriet.
Door wat ons wordt aangedaan door mensen of wat ons wordt aangedaan door rampen of tegenspoed. Maar dat we het zullen weten. Dat eens en ieder voor uw troon zal buigen en dat u de God bent. We hebben het zojuist beleden met de 12 artikelen die hemel en aarde geschapen heeft. Die alles in zijn hand houdt. Heer, en zo mogen we danken dat we zo weer in uw huis aanwezig mogen zijn. Het is toch niet vanzelfsprekend, Heer, dat we... Dat voelt misschien soms wel zo dat we hier naar het kerkgebouw gekomen zijn met een Bijbel onder onze arm. En dat we de drempel van het kerkgebouw overgestapt zijn en dat er hier op de kansel een geopend woord ligt. En dat er zondag aan zondag dat er nog gepreekt wordt. Dat er nog verkondigd wordt dat er in de Heer Jezus Christus volkomen verzoening is voor al onze zonden. Heer, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar laat ons daar het wonder toch van inzien. Dat hoe oud we ook zijn hier vanavond in de kerk en die meeluisteren, dat we zullen zien dat het een wonder is dat u, o Heer Jezus Christus, uw woord nog laat verkondigen, ook hier in Friezeveen. Omdat u het behoud van iedere zondaar die hier zit, op het oog heeft. Heren, daar worden we stil van. En dan verootmoedigen we ons voor uw aangezicht. En dan worden we stil in ons hart. En dan bidden we, wilt u geven wat we nodig hebben vanavond. En misschien is dat wel heel anders, Heren, dan dat we zelf denken. Wat is het dan heerlijk dat we mogen belijden dat u nog beter weet dan wij wat wij nodig hebben. U zegt in uw woord, in Psalm 139, dat u van verre onze gedachten kent. En dat u ons zitten kent, dat u ons staan kent. Heer, u weet hoe we hier in uw huis gekomen zijn. Misschien met een verlangen in ons hart om te horen van het heil dat er in de Heer Jezus is. Troost ons daar dan mee vanavond. En u weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien zitten we hier in de kerk bang omdat we moeten. Aan de hand meegenomen door vader en moeder. Heer, u weet wat we nodig hebben. Raak ons nou vanavond door uw woord en Heilige Geest. Tot diep in ons hart. Dat we het zullen zeggen zonder de Heer Jezus Christus. En zonder het heil in de Heer Jezus Christus. Kan ik niet. Misschien zitten we hier in de kerk al jaren en is het voor ons vrome godsdienst alleen. Heere, vermaan ons dan. Schud ons dan wakker met het evangelie van vrije genade. Zodat we wanneer we de kerk uitlopen zullen zeggen, ik heb een borg in de hemel en daarom is het goed. We willen u smeken of u uw Heilige Geest wilt schenken. Zend dan, Heer, uw licht en uw waarheid neder en neem dan alles weg. Heer, neem alles weg wat tussen u en ons in kan staan. Als er zonde tussen ons in staat die we aan de hand houden, boezemzonde misschien. Heer, doe ze aan de kant, zodat we dit anderhalf uur niemand anders zien dan de Heer Jezus Christus in al zijn liefde en al zijn heerlijkheid. Als er zorgen tussen ons in staan van de week. Als er zorgen tussen ons instaan van ziekte en ellende, rouw misschien. Je laat ze van ons afglijden. Deze anderhalf uur. Opdat we ons vanavond zalig zullen luisteren. Dat bidden we u, Heer, niet omdat we het verdienen. Maar u belooft dat u het wilt schenken. Daar pleiten we op. Daar bidden en daar pleiten we op, Heer, schenk toch vanavond uw levendmakende geest en spreek door uw woord en door uw evangelie tot de harten van zondaren hier in Friezeveen. Wilt u zijn met een ieder die een taak heeft in deze dienst? Wees er met de koster, wees er met de organist.
Wees ook met hen die zich bezighouden met de techniek ook zo belangrijk in deze tijd. Geef toch, Heere, dat het werk van hun handen, dat het gezegend mag worden. En dat er ten diepste, Heere, door het werk van hun handen iets uitgedragen mag worden van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Wees ook met de ouderlingen en de diakenen. Geef dat zij hier in deze gemeente, dit deel van uw wijngaard, dat zij werkelijk voorgangers mogen zijn. En maak ze dan, Heere, maar voorgangers in afhankelijkheid. In afhankelijkheid van u, Heere. Dat ze als het ware jaloersmakend zullen werken. Voor een ieder die in de gemeente rondloopt. En wanneer ze kijken naar deze broeders, dat ze zullen zeggen, deze mensen, er is een hoop die in ze is en zonder die hoop kan ik ook niet. Heere, wees met ze. Schenk hen uw zegen. En we smeken u. Spreek uw woord. Want uw gemeente hoort. Zo leggen wij dit eerbiedig voor u neer. In de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen het woord van de Heere God op twee plekken in de Bijbel vanavond. Dat doen we allereerst in het Oude Testament, in Deuteronomium 27. En daar zetten we wat stappen doorheen. Deuteronomium 27, we lezen eerst de versen 11 tot en met 15. En vervolgens de versen 25 en 26. Het gedeelte zal ook terugkomen in de preek. Deuteronomium 27, de versen 11 tot en met 15. Daar spreekt de Heer als volgt. En Mozes gebood het volk ten dien dagen, zeggende, deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim. Als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, Simeon en Levi, en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal. Ruben, Gad en Aser en Zebulon, Dan en Naphtali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met een verheven stem, vervloekt zij de man die een gesneden of een gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van des werkmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen, amen. Dan bladeren we door naar vers 25 en 26. Er volgt een hele opsomming. En dan de versen 25 en 26, daar gaat die opsomming verder. Daar staat, vervloekt zij die geschenken neemt om een ziel het bloed eens onschuldigen te verslaan. En al het volk zal zeggen, amen. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen, amen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament dan. Bladeren wij door naar Galaten 3. Galaten 3, de versen 1 tot en met 14. Galaten 3, de versen 1 tot en met 14. Daar spreekt de Heer als volgt. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren, weten. Hebt gij de geest ontvangen uit de werkende wet, of uit de prediking van het geloof? Zo zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien, maar ook te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt,
Doet hij dat uit de werkende wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham, God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werkende wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Tot zover de lezing uit het heilige woord van de Heere God. In de prediking wordt u het woord verkondigd uit Galaten 3... En daarvan het 13e vers, Galaten 3, vers 13, die lees ik u nogmaals voor en het zal gespitst worden op het eerste gedeelte. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het kruis hangt. Gemeente, hier heb ik 3 gedachten bij opgeschreven voor vanavond. Allereerst staan we stil bij de invloed van de wet. Het gaat over de vloek der wet. Allereerst staan we stil bij de invloed van de wet. Ten tweede staan we stil bij de vloek van de wet. Wat betekent dat precies? En ten derde staan we stil bij vrijgekocht van de wet. Dus 3 gedachten. De invloed van de wet, de vloek van de wet en vrijgekocht van de wet. Thema van de preek, ik heb erboven geschreven, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij nog met elkaar zingen. En dat doen wij uit Psalm 109. Psalm 109 en dan het 10e vers, daar gaat het ook over de vloek. Het is een wat onbekende psalm. Hij heeft de vloek op zich genomen, laat dan die vloek hem overkomen. Hij heeft geen lust gehad tot zegen. Psalm 109, het 10e vers, ter voorbereiding op de preek.
Gemeente, wanneer bent u voor het laatst boos geweest? En jongens en meiden in de kerk, dan bedoel ik niet, hè, wanneer je thuis iets gedaan hebt wat je eigenlijk niet mag doen van je vader of moeder. En dat dan je vader of moeder even naar je toe komt en je streng aankijkt en tegen je zegt, niet meer doen, hè. Nee, dat bedoel ik niet. Wanneer bent u nou voor het laatst echt boos geweest? Echt boos. En niet een beetje boos, maar zo boos dat je het eigenlijk wel zou willen uitschreeuwen. Hè? Van, en dit deugt niet, en zus deugt niet, en wat die persoon mij heeft aangedaan, dat kan echt niet. En toen je voor de zoveelste keer met je boerenbedrijf regels opgelegd kreeg. Regel op regel op regel, elk jaar weer en het blijft maar doorgaan voor je gevoel en het blijft maar doorgaan. En ineens voel je het. Woede. Of toen, jongens en meiden, toen een beste vriend of vriendin dat geheim wat je aan hem of haar verteld had, heeft doorverteld en iedereen op school en iedereen in het dorp, die weet ervan. En je voelt ineens woede. Of toen je op de zaak, en dan hou ik op, maar toen je op de zaak voor de zoveelste keer geduld had met die slechte betaler. En weer had je hem een kans gegeven en weer kwam hij zijn afspraken niet na. En je had al zoveel geduld gehad en je voelt woede. Herkenbaar. Nou, Paulus die is hier in Galaten 3 boos. Boos. In hoofdstuk 3 van de Galatenbrief tref je een boze, een woedende Paulus aan, kun je misschien wel zeggen. Nou, misschien is het beter om te zeggen, we treffen een emotionele Paulus aan. Ken je dat? Wanneer woede, liefde en verbazing bij elkaar komen. Nou, dan ontstaat er iets van een uitroep, van een uitschreeuw. Dat is wat hier gebeurt bij Paulus in dit hoofdstuk. Want u moet goed beseffen dat Galaten 3 een ontzettend emotioneel geladen hoofdstuk is in de Bijbel. Het is een hoofdstuk vol met emotie en met woede. En dan moet u zich voorstellen dat die brief, die gelaten brief, die werd dus op zondag, op de dag des Heren, werd die voorgelezen in de gemeente van Galatië. Stel je dat eens voor, hè. Je bent op zondag naar je streekkerk toegekomen, want ja, dat was de gemeente van Galatië, een echte streekkerk, een beetje het huidige zuiden van Turkije. En je zit daar in die kerk, je zit naast elkaar, er waren geen stoelen, dus je zat op de grond, of je stond misschien. En je ziet die voorganger, de oudste, zie je aankomen lopen en hij heeft een brief in zijn hand. En hij gaat voor de groep staan en hij schraapt zijn keel. Hij neemt een hap lucht. En hij roept met luide stem, o gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd dat ge de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, terwijl Jezus Christus voor u tevoren voor de ogen geschilderd is geweest? Hoort u de emotie. En je hoort het Paulus vol emotie uitroepen, o gij uitzinnige, wie heeft u betoverd? En als je twee versen verder leest in vers 3, dan kom je dat opnieuw tegen, hè? Zo'n uitroep, zo'n emotionele uitroep. Zijt ge zo uitzinnig, zegt Paulus. Dat gij die met de geest begonnen bent, nu gaat voleindigen in het vlees. En nog een paar versen verder. Vers 7, daar klinkt weer zo'n uitroep van Paulus. Zo verstaat ge dan toch niet dat degene die uit het geloof zijn, dat Abrahams kinderen zijn.
proeft u de verbazing, het onbegrip, de emotie. En iemand in de kerk die zegt, ja, dat voel ik wel aan en dat zie ik ook wel. En ik voel het wel aan dat Paulus als het ware daar in dat derde hoofdstuk een soort van tekeer gaat tegen die gemeente van Galatië. En ze echt toeroept van, wat ben je aan het doen? Maar wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand daar in de gemeente van Galatië? Want gemeente, u voelt wel aan, er moet echt iets op het spel staan, anders wordt Paulus toch niet zo boos, zo emotioneel. Nee, Paulus die heeft alle recht om boos te worden. Hij heeft alle recht om de gemeente op die wijze aan te spreken. Weet u waarom? Omdat daar in de gemeente van Galaten de kern van het evangelie van de Heer Jezus Christus op het spel staat. Het evangelie dat hij daar eigenhandig met zijn eigen voeten gebracht heeft. Het evangelie waar de gemeente door is gegroeid, door is opgebouwd. Het evangelie waar vers 1 van zegt, hij heeft Christus daarvoor ogen geschilderd. Hij heeft Christus lijden en sterven daar in de gemeente van Galatië zo levendig uitgeschilderd, alsof het voor hun eigen ogen gebeurde. Alsof ze het zelf zagen, alsof ze onder aan Golgotha's kruisheuvel stonden en Jezus Christus zelf gekruisigd zagen worden. Dat evangelie. Ken je dat, jongens en meiden? Ik had vroeger zo'n geschiedenisleraar op school. En die kon heel mooi vertellen. En wat deed hij dan? Dan begon hij een verhaal en dan vertelde hij en toen ging het zus en toen ging het zo. En je ziet dat dan voor je ogen gebeuren. Dat is precies wat Paulus in de gemeente van Galatië gedaan heeft. Hij heeft Christus zo heerlijk verkondigd, dat het leek alsof Christus voor de ogen van de gemeente gekruisigd werd. Calvijn die zegt ergens, het staat niet op papier, maar Calvijn die zegt ergens, het was zo levendig dat ze zelfs de bloeddruppels voor hun ogen zagen vallen. En die gemeente die heeft dat dus gezien en aangenomen. Het is heel opvallend, Paulus lijkt nergens daaraan te twijfelen in de gelaten brief. Ze hebben Christus dus gezien, ze hebben hem vastgegrepen in geloof. Maar waarom is hij dan zo boos? Waarom is Paulus zo boos? Nou, dat is hierom. Hij ziet dat de gemeente van Galatië aan het afdrijven is van dat evangelie. Ik kom uit Kampen, of uit IJsselmuiden eigenlijk. Maar als je in Kampen gaat kijken aan de haven, daar liggen er allemaal van die schepen, van die bruine vlootschepen. Nou, als zo'n schip losraakt, dan drijft het af van de kade en dan gaat het mee met de stroming. Nou, zoals een schip afdrijft wanneer het los is geraakt van de kade, zo drijft die gemeente van Galatië af van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En ze raken steeds verder weg. En steeds verder weg en op een gegeven moment raken ze bijna uit het zicht. En dan is de logische vervolgvraag natuurlijk. Als die gemeente dan losgeslagen is, waar drijven ze dan naartoe? En ze zijn losgeslagen van het evangelie van de vrije genade. En ze drijven af van het is volbracht van het evangelie. Maar waar drijven ze dan naartoe? Ze drijven af naar een vals evangelie. Vals evangelie. Paulus zegt in het eerste hoofdstuk, jullie laten je oren hangen naar een evangelie van sommigen, van valse leraars die de gemeente in zijn geslopen en een ander evangelie brengen.
Een evangelie dat ten diepste geen evangelie is. En die jongen achter in de kerk die zegt maar, als u dat zo zegt, dan zal dat wel zo zijn, maar wat was dat dan voor evangelie? Wat was dat dan voor evangelie? Ik ga het uitleggen, moet u goed luisteren. Dat is dit evangelie. Jezus plus iets van mijzelf. Of andersom, iets van mijzelf en iets van de Heer Jezus. En die dwaalleraren die zeiden, je moet in de Heer Jezus geloven, net zoals de dominee dat elke zondag zegt, je moet in de Heer Jezus geloven. En ja, hij is gestorven aan dat kruishout en je moet dat geloven, dat is noodzakelijk. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Het is niet voldoende om zalig te worden. Ja, zeggen ze, je hebt de Heer Jezus nodig en je hebt het geloof in de Heer Jezus nodig. En dan pakken ze de Bijbel erbij en dan zeggen ze, maar er staat ook in Leviticus 18 vers 5. Je moet mijn inzettingen houden, je moet mijn geboden houden. En de mens die die doet, die zal leven. Dus Jezus en zelf aan de slag. Voelt u aan wat hier gebeurt? Heel geniepig maken die dwaalleraren de touwen van het schip van de gemeente los. En ze drijven af. Weg van de Heer Jezus. Het staat in de Bijbel, zeggen ze. Leviticus 18 vers 5. Wie deze dingen doet, zal leven. En je ziet ze drijven, gemeente, je ziet ze drijven steeds verder bij de Heer Jezus vandaan en steeds meer bezig met het houden van allerlei regeltjes, allerlei wetten. Ze worden meer Joden dan christenen, kun je zeggen. Paulus die zegt vol verontwaardigingen in hoofdstuk 4 vers 10, daar zegt hij, jullie beginnen jezelfs te houden aan de Joodse dagen. Jullie beginnen jezelfs te houden aan de Joodse tijden, aan de feesten. En ze drijven verder en ze drijven verder. En als ze ver genoeg weg zijn, dan zeggen die valse leraren, die zeggen, wat je nu moet doen, is je moet jezelf besnijden. Je laten besnijden. Dat is een voorwaarde om zalig te worden. Hè? Je moet geloven in de Heer Jezus. En als je dan ook nog besneden bent, dan is het goed. Erg, hè? Ze hadden met eigen ogen gezien hoe de Heer Jezus voor hun gestorven is. En ze drijven af. En gemeente, ik zal het vanavond ook persoonlijk proberen te maken. Soms ben ik bang. Ik zeg wel soms, maar dat is niet helemaal eerlijk. Je ziet het met eigen ogen gebeuren. En dat wij in de hervormde gemeente, de degelijke hervormde gemeente, onderhand ook steeds meer Joden lijken te worden dan christenen. Als we heel eerlijk naar onszelf kijken, hè? Dat we zijn afgedreven weg bij het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus en het liever zelf doen. Herkent u dat? Hè, want als je gedoopt bent, dan is het toch goed. Als je gedoopt bent en vervolgens je leeft een net christenleven, dan is het toch goed. En alles moet praktisch zijn. Het preken moet praktisch zijn. En het onderwijs op de catechisatie moet praktisch zijn. Je moet er wat mee kunnen voor de rest van de week. En ik zou niet willen ontkennen dat het verkeerd is. Absoluut niet. Maar als je op je sterfbed ligt. Of jongeren, als de Heer Jezus vanavond terug zou komen op de wolken van de hemel. Wat is er dan belangrijker?
Dat je kunt zeggen, ik ben de afgelopen jaren zo praktisch bezig geweest met mijn geloof. Of dat je kunt zeggen, ik heb Christus gezien aan het kruis. En Hij is mijn borg en mijn zaligmaker. Dat is mijn rots. Dat is mijn fundament. Je hoeft je kinderen maar één ding te leren. Is dat ze naar de Heer Jezus moeten kijken. Komt de rest vanzelf. En gemeente, misschien, hè, misschien zit dat er ook wel achter. Weet ik niet helemaal zeker. Maar misschien is genade voor ons wel zo normaal geworden. Of beter gezegd, zo goedkoop geworden. Dat we het wonder er niet meer van zien, hè. Dat we het ons niet meer kunnen voorstellen dat we door geloof alleen vergeving hebben van al onze zonden. En dat we uit een soort geestelijke armoede, een soort van wanvertrouwen daarop onze mouwen opstropen en zeggen, maar nu ga ik aan de slag. Nu ga ik er zelf wat voor doen. En ten diepste vertrouwen we niet meer op het kruiswerk van de Heer Jezus alleen. Nee, gemeente. Paulus die laat heel duidelijk zien in dit hoofdstuk. Geloven is niet iets doen voor je zaligheid. Geloven, dat betekent niet alleen maar praktisch bezig zijn. Nee, het gaat er niet buitenom. Maar Paulus zegt hier in Galaten 3. Geloven, je moet er goed opletten. Geloven, dat is niets doen. Niks. Dus je armen over elkaar doen en naar de Heer Jezus kijken. Die daar aan het kruishout hangt van Golgotha. Het is kijken naar die lieve Heer Jezus die zich daar aan het kruishout van Golgotha dood aan het lieven is. Om jouw zonde te vergeven. Dat is geloof. En dan zegt iemand in de kerk, en dan? Hoe verder? Gelovig amen zeggen. Ook voor mij. Jongens en meiden, als ooit iemand tegen je zegt dat het evangelie betekent dat je iets moet doen, dan moet je dat niet geloven. Moet je niet geloven. Paulus zegt het is niks doen, want Christus, die heeft het gedaan. Het is elke keer kijken naar de Heer Jezus. In de voorbereiding toen dacht ik aan het lied Vaste Rots van mij behoud, maar dan in de Engelse versie. Daar staat in het derde vers, en ik geef het in het Engels door, ik zal het ook vertalen, maar daar staat in het derde vers, nothing in my hands I bring. Het is niets neem ik mee in mijn handen. Simply to the cross I cling. Ik klamp mij eenvoudig vast aan het kruis van de Heer Jezus. Dat is het geloof wat Paulus hier uitlegt aan de gemeente van Galaten. Dat is het evangelie. Simply to the cross I cling. En Paulus die zegt dan ergens in hoofdstuk 2, hij zegt, en indien iemand u een andere evangelie verkondigt, doe je oren maar dicht, hij is vervloekt. Dat brengt ons bij het tweede van de preek. De vloek van de wet. En ik blijf even, gemeente, in dat beeld van dat afgedreven schip. Hè? Die gemeente die is dus afgedreven, die is begonnen met werken om zalig te worden, terwijl ze al zalig waren door het werk van de Heer Jezus Christus. En dan hoor je Paulus vanaf de kade schreeuwen, hè? Zoals ik daar in Kampen sta, terwijl die boot afdrijft.
Je hoort Paulus schreeuwen in vers 13. Ten diepste is het verkondiging. Ten diepste is het verkondiging. Hij schreeuwt: jullie op dat schip. Jullie op dat schip. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, voor ons een vloek geworden zijnde. Verkondiging. Er staat: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. De vloek van de wet. Dat klinkt heftig, vindt u niet? Een vloek, erg woord. En zonder de doekjes om te winden, dat is ook heftig. Want Paulus is heel radicaal in dit gedeelte, heel zwart-wit. En daarom ben ik dat vandaag ook, maar hij zet hier vloek en hij zet hier genade. Hij zet het rechtstreeks over elkaar. En hij is heel duidelijk, hij zegt tegen de gemeente van Galatië: als je wilt zalig worden door het doen van de wet, door praktisch bezig te zijn, dan lig je onder de vloek. Vers 10. En dan zegt hij aan de andere kant: maar als je wilt zalig worden door het werk van de Heer Jezus Christus, dan lig je onder de genade. Jongens en meiden, ik zal er een voorbeeld bij geven. Weer iets uit een geschiedenisles. Dat is toeval. Ten tijde van de middeleeuwen werd er tijdens die veldslagen, misschien heeft u dat wel eens gehoord, werd er gevochten onder een banier, zei men dan. Dus er liepen tussen die soldaten op die slagvelden liepen banierdragers. En die hadden een hele belangrijke functie, want op zo'n banier, dat is een soort vlag op een stok, daar stond het logo op van het land of het gebied waar ze bij hoorden. Vaak waren er dan meerdere banieren, meerdere kampen. En als soldaat hoor je dan of bij die banier of bij die andere banier. Bij de een of bij de ander. Zo is het ook in het geloof. Je bent nu op dit moment of onder de banier van de vloek van de wet. En daar zegt Paulus heel heerlijk over: dan leef je onder de vloek. Wat dat is, daar komen we straks bij. Of je leeft onder de banier van de Heer Jezus. Dan heb je genade en eeuwig leven. En daar zit niks tussenin. Niks. Er bestaat daar geen grijs gebied. Het is zwart of wit bij de een of bij de ander. Dat is radicaal, hè? Vind ik ook. Toch, dat is het evangelie. Binnen of buiten. Nou, je voelt die vraag wel op je afkomen. Onder welke banier leef ik? Leef ik onder de banier van Christus? Gemeente, als je onder de banier van de Heer Jezus Christus leeft, dan mag je elke dag weer verwonderd zijn over de genade die in de Heer Jezus Christus gevonden is. Als u uw handen vouwt en uw knieën buigt en u bidt 's avonds tot de Heer Jezus: vergeef ook vandaag mijn zonden. Dat is verwondering. Of leef je nog onder de wet? Laat ik het eens anders formuleren. Leef je nog voor eigen rekening? Dan zegt de Bijbel heel eerlijk: wie niet in de Zoon gelooft, dan leef je voor eigen rekening. De toorn van God, die blijft op hem. En iemand in de kerk die zegt: u heeft het de hele tijd over die vloek van de wet, hè? Maar wat is dat nou precies, die vloek? Want hoe moet ik daar naar kijken? En dat is een hele goede vraag. Het is zelfs cruciaal om Galaten 3 te kunnen begrijpen. En als je wilt zien wat het betekent, die vloek, dan moet je kijken naar het Oude Testament, naar Deuteronomium 27. Het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben.
Nou jongens en meiden, wat gebeurt daar? Hè? Daar wordt het volk van God wordt in twee kampen, in twee gedeelten verdeeld. Het ene gedeelte dat moet op de berg Gerizim gaan staan en de andere gedeelte moet op de berg Ebal gaan staan. En de levieten, de priesters, die moeten tussen die bergen de plaats innemen. En dan staat er, de levieten moeten het woord nemen en tegen al de mannen van Israël zeggen met luide stem. En dan volgt er een lijst met geboden. We hebben er een paar gehad, ik zal er een paar opnoemen. En dan staat er, vervloekt is wie een blinde laat dwalen op de weg. En heel het volk zei, amen. En nog eentje, vervloekt wie gemeenschap heeft met welk dier dan ook. En dan klinkt het vanaf die bergen, amen. Zo is het. En vervloekt is wie zijn naaste in het geheim, in het donker doodslaat. En dan klinkt het vanaf die bergen, amen. Zo is het. En dan die laatste, die komen tegen in onze tekst in Galaten 3. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En het volk op de bergen die zegt, amen. Moet je op je laten inwerken wat daar staat. Dat volk dat roept amen, amen, amen. En ze zeggen, heren, al overtreed je maar één regeltje. Al vergeet ik maar één punt of komma van uw wet. Een titel of jota. Ik ben vervloekt. En het volk zegt, amen. Ze stemmen ermee in. Ze zeggen, heren, we zullen alle geboden houden. Amen. Eén fout. Eén onbedoelde zonde. Eén misstap. En ze zijn vervloekt. Daarom is Paulus zo verontwaardigd. Hij zegt in Galaten 3 vers 12. Het is toch duidelijk dat er niemand door de wet gerechtvaardigd wordt. Je hoeft maar één misstap te doen. Maar één klein foutje te maken. En je bent vervloekt. Amen. Het Griekse woord voor vloek. Dat is katara. En ook dat moet je tegen de achtergrond van het Oude Testament aanlezen. Hè? Een vloek in het Oude Testament, daar in Deuteronomium 27, dat betekende dat je verbannen werd uit het volk van God. Weg uit het beloofde land. Dat is het eerste, weg uit het beloofde land. En het tweede, je werd verstoten uit het volk. Dus je hoorde er niet meer bij het volk van de Heere God. Je werd eraf geknipt. En zoals dat kan heel vervelend zijn wanneer je verkering uitgaat en je staat op de foto met je vriend of vriendin. En je knipt hem eraf. En je mocht niet meer leven in het land van Gods belofte. Dat is de vloek. Denk ik aan Deuteronomium 29, daar wordt beschreven wat het betekent, wat die vloek inhoudt. Daar staat er, de Heere zal zijn naam van onder de hemel uitwissen. Jongens, als een docent dus zo'n whiteboard leegveegt. Als je één regel van de wet overtreedt, God wist je naam uit. Onder de hemel. Dat is de vloek. Als ik het Nieuw Testamentisch zeg, dan betekent dat wanneer je onder de vloek ligt, dat God je veroordeelt vanwege al je zonden. Je staat onder het oordeel. Zonder vergeving. Ik kan het niet mooier maken. Maar de Bijbel die zegt wel heel eerlijk, dan is God een verterend vuur.
En ik stel zo de vraag maar eens op de jongen, op het meisje af, de man op de vrouw af vanavond. Gelooft u dat nog? Geloven we dat nog? Ook als kerk. Geloven we nog dat je, wanneer je niet in de Heer Jezus Christus bent, God een oordelend God is? Niet om zwaar te doen. En met de kerken, ze lopen leeg, de jongeren, ze lopen weg. En ik zat te denken, zou het niet komen? Omdat we niet meer eerlijk zijn in de kerk. Omdat we ook als predikanten het niet meer durven te zeggen. Buiten Christus is er een eeuwige dood. Leeft ook in mijn hart hoor. Dat je dacht, het zou wel meevallen toch. En God is toch liefde. Het loopt zo vaak niet. De Bijbel spreekt anders. Nee, gemeente, als we werkelijk zouden inzien wat het oordeel, de vloek in het Oude Testament betekent. En dan wordt elke kerkdienst van levensbelang. Dan wil je maar één ding weten, net als Luther eigenlijk. Hoe krijg ik nou een genadige God? En misschien denk je vanavond wel. Ik kan me goed voorstellen, jongeren. Wat heb ik met die wet te doen? Wat heb ik ermee te maken? Ik stond toch niet op die Ebal en ik stond toch niet op die Gerizim en ik heb toch geen amen gezegd toen God al die geboden uit liet spreken. Wat heb ik met die wet te doen? Ik lig helemaal niet onder die wet. De Bijbel zegt van wel. Iedere mens die zondigt ligt onder de wet van God. En onder de vloek van God. Ik zal er een voorbeeld bij geven. Jongeren, dat de wet invloed heeft, dat merk je pas wanneer je een ontmoeting hebt met oma Gent. En stel, je bent aan het fietsen hier in Frieseveen en je gaat van huis en je hebt geen licht op je fiets. En je denkt, ah, klein stukje, dat red ik wel. En je fietst en ineens, er stapt een agent achter de auto vandaan. En hij zegt tegen jou, hey jongen, hey meisje, jij krijgt een boete. Jij krijgt een bekeuring. En je kunt praten wat je wilt, je kunt zeggen, ja, maar het was maar een klein stukje en kunt u niet een keer over uw hart strijken? Maar die agent zegt, je hebt de wet overtreden. Krijgt een boete. Nou, dan voel je wat het betekent om onder een wet te zijn. En dan kun je niet meer zeggen, wat heb ik met die wet te maken? Ik fiets zonder licht wanneer ik dat wil en dat maak ik zelf wel uit. Nee, dan krijg je straf. De invloed van de wet. Maar zo is het ook in het geloof. De Bijbel is heel, heel, heel helder en eerlijk. Ieder mens buiten de Heer Jezus, zonder geloof in de Heer Jezus Christus, staat het oordeel te wachten. Geloof je dat? Jij, voor jezelf. Want daar begint het toch mee. Daar begint het toch mee. Want als je niet meer gelooft dat je redding nodig hebt. Waarom zou je dan de Heer Jezus nodig hebben? Als je niet meer gelooft dat je onder de wet zit. Waarom zou je dan de genade van de Heer Jezus nodig hebben? Geloof je het nog? Het woord spreekt helder. Zegt in Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één.
kan het niet mooier maken. Maar één ding mag ik wel vanavond. Ik mag u net als Paulus toeroepen vanaf de kade, vanaf de preekstoel. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, Hij heeft u vrijgekocht van de vloek van de wet. Dat brengt ons bij het laatste van de preekgemeente. Vrijgekocht van de wet. Vrijgekocht. In de Statenvertaling staat dat hij ons verlost heeft van de wet. En zo kun je het vertalen, maar het Griekse woord dat betekent letterlijk het betalen van losgeld. Vers 13. Verlost, dat moet je eigenlijk vertalen, doet de HSV ook met vrijkopen, losgeld betalen. En dat is een begrip dat werd gebruikt in de slavenhandel. Een slaaf die kon een geldbedrag betalen. En door losgeld te betalen kon hij zichzelf vrijkopen van zijn meester. Of, dat was de andere mogelijkheid, iemand kon hem loskopen. Er kwam iemand langs, gaf geld en die slaaf was vrij. En nu zegt Christus in de tekst, Christus heeft ons vrijgekocht van die vloek. Dat wil dus zeggen, de Heer Jezus Christus, hij heeft de prijs heeft hij op tafel gelegd. Hij heeft de losprijs tot de laatste euro heeft hij betaald om u vrij te kopen. Dat verkondigt Paulus hier. Vrijgekocht. En iemand in de kerk die zegt maar hoe dan? Hoe heeft hij die prijs betaald? Nou, daar geeft de tekst ook een antwoord op. Hè. Daar staat, door voor ons een vloek te worden. Ja, gemeente, dit is zo diep. Door als onschuldige. De enige die nooit één misstap heeft begaan. Die nooit één letter van de wet is vergeten. Hij heeft in de eeuwigheid, voor de wereld, heeft hij tegen de Vader gezegd, Vader, stuurt u mij maar naar de aarde. Vader, stuurt u mij maar naar de wereld. En laat dan die vloek maar op mij. Die vloek die bestemd was voor die mensen daar in de kerk in Galatië. De vloek die bestemd was voor alle mensen in de kerk in Vriezeveen. Laat die vloek maar op mijn schouders komen. Leg die vloek maar op mijn rug. Hij zegt dus eigenlijk, moet je eens voorstellen. Hij zegt, doe mij maar weg uit uw volk. Doe mij maar weg uit het beloofde land. Waarom? Omdat ik die zondaren in Vriezeveen met zo'n diepe liefde lief heb, dat ik tot in de hel wil gaan om ze vrij te kopen. Nee, gemeente, die losprijs die betaald is, die is niet goedkoop. Weet je waar je kunt zien wat het betekent om vervloekt te zijn? Dan moet je naar de Heer Jezus kijken. En dan moet je naar de Heer Jezus kijken, wanneer hij van bloed zwetend van angst in de hof van Gethsemane op zijn knieën ligt te bidden als een worm. En de vloek komt op hem af. En dan moet je naar de Heer Jezus kijken, wanneer de soldaten op zijn rug staan te houden en het bloed eruit stroomt. En hij voelt de vloek van God in zijn lichaam. En dan moet je naar de Heer Jezus kijken. Wanneer hij aan Golgotha's kruis uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En God was een God niet meer. Was verbannen. Eraf geknipt.
uitgestoten tot in het land van de hel. Gemeente van die Heer Jezus, kun je ogen toch niet van afhouden. Net als die tegelaten. Ik heb hem gezien. Zo'n liefde kun je toch niet voorbij lopen. Als Christus zo heerlijk wordt geschilderd in dit hoofdstuk, dan kun je toch maar één ding zeggen. Heere, koop ook mij. Koop ook mij. Is dat uw gebed? We gaan afronden. We gaan afronden met een verhaal die een predikant van mij vaak vertelde. Bij de voorbereiding toen dacht ik, dat past bij dit hoofdstuk. Het is een verhaal van professor in de theologie. Bengel, uw predikant kent hem. En deze man die had zijn hele leven lang met geloof en Bijbel zich bezig gehouden, professor Bengel. En toen hij aan het einde van zijn leven op het sterfbed lag, op zijn ziekbed lag in het ziekenhuis, kreeg die man het benauwd. Benauwd om te gaan sterven. En in zijn hoofd, u weet hoe dat gaat, ook als je in het ambt staat, iemand kan maar blijven malen en blijven malen. Heb ik het wel goed gedaan en heb ik wel genoeg de geboden gehouden? Heb ik wel genoeg omgezien naar mijn naaste? En het ging maar door en het ging maar door. Totdat hij op een gegeven moment zei, kunt u ook een dominee voor mij halen? Waarop die verpleger een dominee ging zoeken. Maar er was er geen. En ze vond alleen een eerstejaars student. En deze eerstejaars student die werd naar professor Bengel gestuurd. En hij ging met zijn lood in zijn schoenen, dat snapt u wel. Want hij moest naar die kamer, die ziekenhuiskamer waar die professor lag. Die alles wist van Bijbel en geloof. En wat zou die eerstejaars student nou moeten zeggen tegen die man? En hij liep naar de kamer van professor Bengel. En hij deed de deur een stukje open. Hij keek de professor aan en hij zei, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Waarop die professor zei, bedankt jongen, dat was genoeg. Dat is genoeg. Dat is wat Paulus ons leert in dit hoofdstuk. Jezus, hij heeft de losprijs betaald. Hij heeft zijn leven gegeven als een rantsoen voor velen. En dat is genoeg. Er hoeft niks meer bij. Daar kan zelfs niks meer bij van u of mij. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Het is genoeg. Zeg je dat mee? Voor jezelf, heel persoonlijk. Het is genoeg. Ook voor mij. Amen. We gaan met elkaar zingen daarvan. Althans van die vergeving. Welzaligheid wie zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het
eerste en ook het zesde vers.
Zullen wij met elkaar danken en bidden. Ja, barmhartige en trouwe Vader in de hemel. Heer, wat een heerlijk evangelie klinkt daar vanuit Galaten 3. Dat we helemaal niets hoeven, omdat u het gedaan hebt. Heer, en dat is tegelijkertijd het moeilijkst voor ons mensen om te kunnen accepteren, om te kunnen begrijpen. Dat wij gezondigd hebben. En dat u het goed maakt. Het gaat zo tegen onze natuur in. Het gaat zo tegen ons vlees in. Maar de Heer, laat ons het wonder ervan zien. En geef dat wij gelovig met onze armen over elkaar zullen zeggen, amen, ja, amen. Ook voor mij. Ook voor mij. En dan weet u, Heer, of er misschien theologie, dogmatiek en Heer, het kan nog waar zijn ook allemaal in kloppen tussen ons instaat. En u, we kunnen drempels opwerpen, Heer. We kunnen muren opmetselen. Maakt u het vlak. Zodat we het in eenvoudig geloof zullen zeggen. Ik grijp me vast aan het kruis. En dat is genoeg. Wilt u dat werken met uw Heilige Geest, Heer? Hier in de gemeente van Friezeveen. Heel eenvoudig, simpel geloof. Ik grijp me vast aan het kruis. En dat is genoeg. Heer, wilt u dat doen? En u zegt in uw woord dat de hemel juicht over iedere zondaar die zich bekeert. Laat nou de hemel juichen vanavond. Hier in Friezeveen. Om iemand die u vastgrijpt en niet meer loslaat. Heer, ze mogen u danken voor deze dienst. Wilt u het zegenen? U belooft in Jesaja 55 dat het woord dat van u uitgaat, dat niet leeg weer terugkeert. Daar pleiten we op. Daar bidden we om. Heer, ga door. Achtervolg ons met uw woord. Achtervolg ons met uw Heilige Geest. Heer, en maak ons maar onrustig als we nog buiten de genade van de Heer Jezus Christus leven. Maak ons maar onrustig. Niet om ons bang te maken, maar Heer, om ons te laten zien dat er in de Heer Jezus Christus volkomen verzoening is voor ieder die het nodig heeft. We mogen u danken voor zo'n evangelie. We willen u bidden, wilt u wegnemen al het zondige. Wilt u het verkeer in spreken en luisteren, wilt u het zuiveren. En laat ons niemand anders overhouden dan de Heer Jezus Christus. Want dan is het goed. Zo leggen wij dit in eerbied voor u neer. In de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. De slotzang van vanavond uit Psalm 68... Het 10e vers. Die God is onze zaligheid. 68 vers 10. Thank you.
dan bidden wij nog met elkaar om een zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.